Suriname is ruim 50 jaar achter in ruimtelijke ontwikkeling. Dit zei minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu ROM gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwethoudende wijziging van de Milieuraamwet. Hij begrijpt niet waarom DNA-leden twijfelen aan het belang van een ministerie dat zich richt op ruimtelijke ordening en milieu. Hij vindt dat het volk, maar ook de private sector, al tientallen jaren hunkert naar ordening. En het is daarom een goede keus geweest om eindelijk een ministerie te benoemen om zich te focussen op de ruimte en daaraan gekoppeld het milieu. Er was ooit eens gezegd dat Suriname de volgende Dubai zou worden. Maar hoe doe je dat zonder een goede ruimtelijke ordening? En daarom is het ook niet gelukt. Er werd overal ongepland gebouwd en er was zelfs een periode waar men in grote getallen constructies bouwde op de bermen die totaal niet zijn bestemd voor woon- en bedrijfsactiviteiten. En zie nu het resultaat ervan. Deze constructies op de bermen brengen de gebruikers van de bouwwerken en de gebruikers van het verkeer beide in gevaar, omdat een berm gewoon een deel is van de weg. De berm heeft een verkeerskundige functie. Dassai benadrukt dat ruimtelijke ordening en milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het ROM heeft naast andere beleidsdocumenten nu ook een conceptwet ruimtelijke ordening ontwikkeld. Naast vele andere zaken, zoals het opstellen van landinrichtingsstandaarden, structuurvisies opstellen, het ontwikkelen van een geospatial hub en andere belangrijke beleidsinstrumenten, heeft het ministerie van ROM een conceptwet ruimtelijke ordening ontwikkeld en alle stakeholders zijn meegenomen en er is reeds een presentatie gedaan in de DNA, waarbij de verschillende leden zoals lid Dibby, Mohabali, Karto, Kensenhuis en lid Permisser aanwezig waren. Het is de afgelopen 50 jaar geen enkele regering gelukt een conceptwet ruimtelijke ordening te ontwikkelen en binnenkort zal deze ingediend worden in de DNA. En deze wet zal de basis zijn voor de bestemmingsplan die de ruimtelijke ontwikkeling en onze milieubeleid van Suriname in goede banen zal leiden. Dassai zegt dat de Surinaamse bossen beter benut moeten worden voor duurzame ontwikkeling. Als de ruimtelijke ordening niet in orde is, zou het milieu dan ook niet goed beheerd en beschermd kunnen worden.